Yo beste kijkers van Den Adem, welkom terug bij Fallout 4 op mijn kanaal. Vandaag gaan we verder met de Far Harbor DLC, is het aflevering 11. Daar heb ik mezelf best wel aangepast, ik zie er echt awesome uit al zeg ik het zelf. We hebben de Vault 88 suit, nogmaals, van de Vault Tech Workshop DLC. Ik ben daar overseer, die video's staan als het goed is inmiddels wel online. Mocht dat niet het geval zijn, dan komen ze er nog aan. Ik ben dus daar overseer, daarom heb ik een Vault outfit aan. En daar overheen zie ik er met een compleet leren armor zo uit. En die heb ik dus niet studded gemaakt, maar shadowed. En omdat het shadowed is, dat doe je dus bij je armor workbench, is hij zwart. En dat heb ik met heel de armor gedaan en nu zie ik er dus blauw met zwart uit. En ik vind het toch wel een van de best looking armors, omdat eigenlijk elke armor er lelijk uitziet in deze game. De meeste dingen zijn gewoon lelijk. Dus ik ben wel blij dat dit er zo uitziet. Dogmeat ziet er overigens ook tof uit met een soort piratensjaaltje om zijn nek. Maar los van dat alles, welkom terug allemaal bij deze nieuwe aflevering van Far Harbor. En natuurlijk Fallout 4 op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie allemaal weer zin in hebben. We gaan vandaag verder met de storyline. Dit is natuurlijk Far Harbor, daar hebben we een missie gekregen van. Ik ga het snel laten zien. De vorige keer haar, die dame. En nu dus van dit kleine meisje. Zij is daar als het goed is. Waar is ze? Small Bertha heet ze. Is dit er? Nee, deze heeft geen haar. Is dit er? Ja, zie je, dit is Small Bertha. Dit lieve meisje heeft ons een missie gegeven. Ze zei, als we samen druk zetten, dan moet het goed komen. Wil je alsjeblieft dit nieuwe gedeelte van het eiland veiligstellen? En dat is exact wat wij gaan doen in deze nieuwe aflevering. Dus show in ieder geval je support door een like achter te laten. En laten we zo snel mogelijk beginnen aan de missie. Turn back the fog. En dat gaan we doen bij Echo Lake Lumber. Dus we gaan daar naartoe fast travelen, daar naartoe lopen. Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. Let's go. Yo guys, daar zijn we dan. Aangekomen bij mijn fast travel punt. Die ik natuurlijk niet voor niets had aangezet, want het is een plek die redelijk dichtbij is. Het is dus maar op 96 meter, zoals jullie zien. We zitten midden in een radiation storm, dat is niet zo heel chill. Dus ik knal even een Radix in mijn mail en we gaan gewoon snel wat verder. Quick save. Dit is een plek, als het goed is, dik beïnvloed door de Children of Adam. Dat zie je ook, het is echt zo'n chill spot van hun. Dit heeft super veel radiation allemaal. Het lijkt echt een beetje op Skyrim als ik het zo zie. Maar het zit dus echt vol radiation en ik moet hier gewoon snel weggaan. Dit kan nooit gezond zijn. Laten we in ieder geval naar de missie toe gaan. En die is, als het goed is, daar. We moeten richting een fabriek. En het gebied rondom die fabriek moeten we veilig zien te stellen. Dus laten we dat doen. Ik ben hartstikke benieuwd. Ik hoop jullie ook. En laten we op pad gaan. Oké, Echo Lake Lumber hebben we nu al ontdekt. Ik weet niet echt waarmee we dealen, of het ghouls zullen zijn, raiders, mirelurks, weet ik veel wat het allemaal is. Maar dat zullen we snel genoeg merken. Oh, dit is gewoon een gedeelte fabriek. Fucking cool, met een loopband ging dat dan zo omhoog en dan... Vet hoor. Het is een beetje die... Contraptions DLC stijl. Dus kun je nagaan. Dit was eigenlijk een sneak peek op de Contraptions DLC. Want Far Harbor kwam eerder uit dan de Contraptions DLC. Dus waarschijnlijk als je hier dan liep en dacht, wow, hey, cool man, lopende banden. Dan zat het in de volgende DLC en dan kon je zelf lopende banden gebruiken. Dat heb ik overigens ook gestreamd. Tijdje terug. Oh, fuck. Oh, zie je, we hebben te maken met ghouls. Oh shit. Schiet alsjeblieft raak, man. What the fuck? Waarom schiet ik niks raak? Van zo dichtbij. Oké, het zit hier dus helemaal vol met ghouls.
Goed om te weten, want dan kan ik gewoon mijn pistol gebruiken. Deze is echt fucking sterk, alleen moet je hem natuurlijk wel goed gebruiken. En de shotgun is ook super sterk, dus dat kunnen we mooi mee aan de slag gaan. Ik weet niet waar de fuck hij heen is gerend trouwens. Oh, hier. Hier, gewoon een legendary rotting ghoul. Ziek. En we moesten dit als het goed is helemaal veilig stellen, toch? Dus dit was het, zeg maar, het doel. Even kijken. Turn back the fog, secure Eagle Lake Lumber. Dus dit... Waarschijnlijk kan ik hier een settlement van maken. Ja, zie je? Kijk. Hier kun je uiteindelijk een settlement van maken. Als ik dit allemaal veilig stel, dan kunnen we dit laten gebruiken als... settlement op Far Harbor. Best wel vet. Laten we het maar proberen veilig te stellen. Hier lag er ook een, toch? Ja, zie je? What the fuck? Oké, sick. Die is neer. Oh, oh, oh. Ik word gezien door iets. Twee ietsen. Fuck! Boom! Oké, nice. En nu heb ik nog één critical over, dus die gaan we echt mooi gebruiken op een koppie. Dat is de enige die op ons afkomt, gelukkig. Wow, wow, wow! Hij heeft me gewoon het water in gegooid. Wat een man. Twee! Mooi, die is neer. Oh shit. Dat was een awesome schot. Perfect. Oké, hier lag ook nog een ghoul, toch? Ja. Want die hebben vaak bottle caps bij zich. Dus dat is wel mooi. Ik zal even eten instellen trouwens. Hoef ik niet constant bloodpack of stimpacks te gebruiken. Ik heb echt redelijk wat snaai bij me. Zie je? Bloodbuck steak kan ik gewoon gebruiken om health erbij te krijgen. Carrots kan ik trouwens eten. Dat geeft niet heel veel HP, maar goed, alsnog. Dit geeft ook wel redelijk wat HP. We kunnen het favorite en dan hebben we het gewoon bij het voedsel staan. Dus prima. En we zouden deze nog gaan testen trouwens. Dit is het wapen waarmee ik de vorige part ben geëindigd. Ik heb hem inmiddels geüpgrade en hij heeft nu 4 haken. Dus hij heeft 4 haken, doet uit zichzelf over de 100 damage en geeft dan ook nog eens bleeding damage, omdat het een legendary weapon is. Daarom heet het wapen ook Bloodletter, geloof ik. Maar goed, los van dat, quick save en laten we gewoon maar kijken of ik nog wat ghouls kan killen hiermee. Dogmeat found something, wat heb je gevonden? Yo, what up? Oh, inderdaad. Ja, pre-war money, dankjewel, goed gedaan man. Dit hoort... Ik klik dus steeds op de FATS mode. Dat is de geluidjes die je hoort. Op die manier ontdek ik redelijk snel... Wow, dit is allemaal ammo. Awesome. Op die manier ontdek ik redelijk snel of er enemies in de buurt liggen. Ik spam gewoon dat FATS mode knopje en dan zie je vanzelf of er iets in de buurt is. Got it. Cool. Dat waren redelijk wat zeldzame ammo types. Cash register. Het is allemaal, het lijkt wel een oud stadion, jongens. Ik weet niet wat de fuck hier aan de hand is, maar het zag er in ieder geval heel toeristisch uit. Oude koffieautomaat voor een bakje koffie. Zo zonde dat de hele wereld naar de kloot is, hè. Maar tegelijkertijd ziet het er ook zo gruwelijk uit. That's it. Oh, nice. Alles voor 2 bottle caps. I like it.
Zo, pittig wat rats opeens. Het komt vanuit die mist, hè. Echo Lake Lumber Festival today. Aha, daarom was het zo... Daarom waren er helemaal stalletjes en zo en werd de koffie verkocht. Daar is eventjes een legendary ghoul. Ik denk niet dat ik hiermee veel ga aanrichten. Oké, laten we naar binnen gaan om het helemaal veilig te stellen. Oh shit. Oh, nou worden het crawlers. Lekker hoor. Oh, die is al neer. Perfect. Ze kunnen niet tegen explosives blijkbaar. Oh, kut, kut, kut. Er gaat daar iets ontploffen volgens mij. Oké, die is al neer. En nu, waar de fuck gaat hij heen? Wat doet hij? Oh fuck, nu pas gemuteerd. Boom. Zij spat helemaal uit elkaar. Dat was best wel mooi om te zien. Ik zie dat hier nog een enemy is. Laten we even snel quicksaven. Misschien kunnen we die wel gewoon slaan. Dit was een legendary enemy. Die zijn altijd natuurlijk buitengewoon sterk. Waar vandaan? Hierboven. Hij loopt hierboven, jongens. Gadverdamme, ik hoor hem al hierboven gewoon. Oh, hier zal wel een glowing one zitten hoor. Want het zit ook achter slot en grendel. Gadverdamme. We zullen het wel zien. We moeten dit in ieder geval helemaal veilig stellen en dan hebben we de missie gehaald. Ze moeten het hoe dan ook onder ogen komen. En nu, en nu. Nice. Boom. Oh shit. Waar zijn ze? Ga neer. Ja, lekker kut, man. Wow, wow. Bam, jij bent neer. Dat is mooi. We kunnen straks een critical hit knallen, hè? Op één van deze ghouls. Check het vol bloed zitten dan. Gadverdamme. Oh, we krijgen al mijn health erbij door squirrel bits naar binnen te douwen. Fucking droog, het is gewoon een stom snackie. Vet veel ghouls verslagen, daar nog gewoon allemaal snackies in je keelpijp douwen, hè. Wat maakt het ook uit?
Als het goed is het gelukt of er is nog één enemy. Oh ja, daarboven. Shit, hé. Oh, fuck. Een glowing one. Lekker, hoor. Ja, het is gelukt. Terminal was er. Hier bottle caps, altijd mooi. Daar staat het. Wow, wow, wow. You got him. You got them shambles. All dead. Ik zag opeens iemand lopen. What the fuck? Fog's quiet. The land's mine again. For what you done, you can leave. Leave before I need to go hunting and kill. Some people in Far Harbor would like to settle here. Maybe you could share? Shea! This is my land! Keep the outsiders away! Or... ha! Let them come. Send them to me. Send all of them to me. And then I'll hunt them, salvage their gear, cut the meat. Then toss the remains for the fog. What do you say? Got caps. Make it worth your while. You're gonna eat them? Belly gets awful empty in the fog. To me, their meat, your meat, all of us are. The fuck is deze man? I won't be party to murder. Well, I got no use for you. Malcolm, what the fuck denk je wel niet, ouwe? Hier, Dogmeat sprong ook op zijn kop. Doe je, Malcolm. Wat de fuck is deze man aan het doen? Dit was volgens mij gewoon een aardige raider. Soort van aardig, tussen aanhalingstekens. Hij probeerde hier nog een dealtje te knallen. Zoek het uit, dude. Ik kom hier gewoon Fall Harbor mensen redden. En dan komt hij even, yo man, anders breng je ze naar mij en dan eet ik ze op. Ga je daarmee akkoord? Nee. Oh. Nou, dan ga je dood. What the fuck, hé? Goed hard in elkaar gebeukt. Ik vind dit wapen wel echt vet hoor. Hij werkt super goed tegen mensen. Rustig maar. Wow, de Harvester. What's going on? Dit is een vet kutwapen trouwens. Right, het land is van ons nu. Quick save, huppakee. We zijn level up gegaan. We kunnen gewoon reporten bij Small Bird. Daar allereerst misschien eventjes... Zo. Oh. I can't use the workshop until the fog is cleared. Want we zitten nog midden in de mist officieel. Dus waarschijnlijk moet ik nu gewoon terug naar Small Bird. En gaan we daarna een nieuwe update van de missie krijgen. Om dan te zorgen dat de mist wegtrekt. Dus laten we kijken wat er gebeurt. Yo jongens, zijn we dan aangekomen in Fall Harbor. Gaan we nu terug naar Small Bird, hè? Oh, zij ziet er wel goed uit. Oh nee, alleen van afstand. I've heard about those. Hey there. Mariner says the island's alive. And it's got it in for us. You're one of them vault people? Funny suits? I fish myself up. An honest to goodness sea bass. And I get nary a peep. Nou, dat is zo, jongens. Laten we eens met haar praten. We got nowhere else to go. I cleared the lumber mill for you. We gotta go see the captain. Here's your pay. People keep leaving the island. But now that there's land, don't talk to Bertha. They're call their own. Crazy. Fuck off, dude. You're itself crazy. We're going to turn back the tide. You'll see. Over by the tourist shop. Need to drown your troubles? Drop the Mitch, the last plank. Don't let the island catch you off guard. Buy my guns. Talk with Alan. I don't have time for you. Food in front? Bertha. Excuse me, ma'am? Smalls, we got no time for you. The mainlander cleared out Echo Lake Lumber Mill.
Whatever you're talking about isn't as important as what Bertha's got to say. We gotta get off the docks, Captain. If you give us some of those Acadian fog condensers, my friends are ready to homestead the lumber mill. Surviving is about more than taming fog. We gotta stay together, Bertha. But we're no good here. Harbormen need their own land, something to protect and hold. I was wrong about you. What? Not you. You. Bertha knows this island better than you, Avery. We give folks some condensers, materials, and a chance to build defenses. And we'll survive all right. And thrive, even. I can lend a hand, too. You would? Well, then their odds are sure to be better. Give them the fall condensers, Avery. Well, I won't stop you, but until we deal with the Children of Adam, settling the island again, it could blow up in your face. Come, Bertha. You might want to check up on Echo Lake. Bertha's friends would no doubt welcome you. And take this. You never cease to amaze. Dankjewel, Knul. Ik word constant weggeduwd door fucking Dogmeat en Bertha. Hey, Pushback the Falk. We hebben zojuist een trophy gekregen. Dit is ook wel een leuke missie op zich. We hebben de goals daar gecleared en... ja, Small Bertha is blij. We moeten nu haar vrienden, dus de vrienden van Small Bertha, gaan ontmoeten. En er werd ook gezegd, ja, die zullen vast blij met je zijn. Ik ben wel benieuwd. Mariner says the fog is alive. Can hear you. So mind what you say. Sandra. Mainlanders are the source of all our problems. Every single one of them. Wow, wat loopt ze fabulous weg, zeg. Jeetje, kijk er even ronddraaien. Yo, 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 what up? Check me gaan. Yo, man. Trade? Ja, ik heb even wat kogels nodig. Let's deal. Kijk, dit wapen namelijk, die heb ik gekregen ooit. Die ziet er super awesome uit. En die gebruikt .4570 kogels. Daar heb ik helemaal niks van. Hey, Alan. If it ain't one of my favorite customers, what can I do you for? Daar heb ik één bullet van. I'll take a look. Dus we gaan kijken of hij daar wat van heeft. Hij heeft daar wel degelijk wat van. Kost pittig wat, maar heb ik wel redelijk wat bullets, kan ik het wapen een keer testen. Zie, het gaat om deze. Ziet er pittig als hem uit. Ik heb hem nog helemaal niet geüpgrade of iets dergelijks. Er past ook helemaal niks op, want ik heb al die... Oeh, dit ziet er echt goed uit. Lekker hoor, dit kunnen we echt gewoon compleet fixen voor een volgende aflevering mogelijk. Deze heeft pittig wat potentie, dit wapen. Ziet er echt goed uit, het is een nieuw DLC-wapen. En deze had ook al in Fallout New Vegas en in Fallout 3 ook trouwens. Dat waren echt hele fijne wapens. En nou ja, zoals jullie zien heb ik zat potentie om te upgraden. Alleen heb ik al die materials in een settlement zitten. Dus dit is wat we hoe dan ook een volgende part gaan doen. Maar cool dat ik in ieder geval nu ammo daarvoor heb. Ongeveer 300 bullets. Nu gaan we even kijken wat daar nou nog meer eens kijken. Ja, dat heeft help nodig. Blablabla, bla, bla. Het zal wel. The Changing Tide. Help Mitch. Oké, Mitch. We gaan dus nu even praten met Mitch voor een volgende mogelijke missie. En als het goed is, de plek die ik dus net heb overgenomen. Dat ging om welke plek ook alweer? Dit. Als het goed is als ik daar nu heen ga, dan kan ik hun meeten. Dus we gaan nu even met Mitch praten voor de volgende missie. En dan afreizen naar deze plek om te kijken welke drie mensen daar nu zijn. En hoe dat eruit ziet met die fog condensers. Want als het goed is kan ik daar nu gewoon een bestaan opbouwen op Far Harbor. Omdat dit gedeelte wordt afgeschermd van de mist. Dus ja, best wel benieuwd. Het zijn echt vette missies. Het is sowieso een awesome expansion, hoor daar niet van. Maar echt cool om dit allemaal te zien. Nou, laten we allereerst even praten met Mitch. De nieuwe missie krijgen. Lekker eethoekje trouwens, damn. Nieuwe missie krijgen en dan afreizen naar die settlement waar ik dus de mist heb weggedreven. We zullen het zien. Ik zal het fucking grote wapen ook even wegdoen voordat ik non-stop met dat wapen in iemands face. Oh, what up, hoe is het ermee? Dat slaat ook nergens op. Laten we even praten met Mitch, kijken wat hij... Don't pester him, Debbie. Of course he did. Now this is what a badass looks like. I fear we had you all wrong. Well, Captain Avery didn't. Right. Holier than thou Avery got the right of it. And thanks for reminding me. Here's a round on the house.
That's awfully friendly of you. We have mainlanders coming in and out all the time. Worst of a lot are thieves or murderers. And the others we find floating face down in the harbor. But not you. Mitch, I mean, since he did the captain's dance, maybe your uncle? That's my own family business. Sir, Mitch is too damn proud. But we're worried about Uncle Ken. If my family was in trouble, I'd do anything to help them. You hear that, Mitch? Even someone like him would ask for help. Uncle Ken's the last one still living on the island. The last holdout. Crazier than a bag full of starved mole rats, he is. Mitch sent him some of the fog condensers? So he might still be alive. He's safe from the fog. But the campground's got to be swarming with God knows what. Listen, it shames me to ask it. Oh, but he is my kin. Could you check up on him and find some way to drag his hide back here? I'll pay, of course. Ja, school, ik ga wel even kijken. What if he won't come back? Well, then at least check up on him, right? I'll pay the same regardless. Kijk, dit is wel extra duidelijkheid. Helemaal prima. Ik ga niks beloven. Kan ik zeggen, maar ik zeg wel gewoon dat ik voor hem ga kijken. I'll look for your uncle. His homestead's the old visitor center, inland. Look out, he loves his traps. Awesome. Zie je? Dat is de nieuwe missie. Dat is dus de Help Mitch missie. Nou, helemaal prima. Dit kunnen we dus echt voor een volgende part gaan doen. Ik merk dat heel veel Harbor me een beetje begint te idolizen, zeg maar. Ze zien me echt als idool nu. En ik heb blijkbaar een voorbeeldfunctie. Ze zien me als badass. Nou, is prima. En dat ben ik ook wel op zich, als er gewoon een gast zoals ik even zo met een shotgun, zeg maar, voor je neus komt staan. Kijk hem staan. Je bent toch fucking bad, hè, of wat? En dan help ik ook nog iedereen en dan kom ik ook nog steeds succesvol terug. Dus ik snap wel dat ze me een beetje als voorbeeldfunctie gaan zien. Guns, guns. Zij heeft blijkbaar ook iets boven het hoofd staan. Safe as it's going to get. You ever get a gnawing in your belly to do something crazy? Reason and sense keep steering you clear. I like playing it safe. Well, hear me out before you make your judgments then. The Red Death, may have heard of it. The big monster lives beneath the waves, only strikes when the fog is thick. People think it's some drunken sailor's tale, but no one goes sailing when there's a fog on. In their bones, they know there's something out there. For whatever it's worth, I believe you. Thank you. With my business here done, and knowing someone like yourself, I seek to end this unholy terror. Dozens of boats over the long years been claimed by it. I mean to hunt this Red Death. Are you with me? Count me in. Bring whatever weapons of death and mass destruction you got. Meet by the docks. You take your boat, I'll take mine. This trip is going to test our mettle more than anything. Cool, the Great Hunt. Dit klinkt ook echt als een awesome missie. Nou, zat dus te doen in de volgende part, jongens, want we hebben zojuist een hele coole quest gekregen. We hebben dus the Great Hunt en the Holdout. Search for Uncle Ken. Dit lijkt me echt een toffe missie trouwens. Ook echt, het heeft dat typisch mysterieuze wat elke Fallout game bezit, wat mij altijd heeft getrokken bij deze games. En dit is natuurlijk ook wel een toffe missie, hoor. Dat we waarschijnlijk een groot beest moeten neerhalen. Ik gok een Myler Queen. Zoiets gok ik. Alleen dan helemaal rood of zoiets dergelijks. Zoals die rood met zwarte Myrlurks er ook uitzien. Maar dan een Queen daarvan. Dat gok ik. Maar goed, dat zien we allemaal wel. Wat ik dus nog wil checken aan het einde van deze aflevering in ieder geval. Was eventjes kijken hoe het met de settlement gaat. Dus daar gaan we naartoe fast travelen. Daarna eindig ik ook deze aflevering. En gaan we de volgende aflevering verder met al die missies die ik dus juist heb gekregen. En zal ik ook eventjes dat ene wapen wat ik net liet zien upgraden. Dus nou, cool. Zo, wow, daar zijn we dan. Het ziet er meteen super creepy uit. Maar ik merk dat deze fog condensers het wel al doen. Zo heet het als het goed is ook. Ze zijn aangesloten, ze houden de mist in eerste instantie weg hier. Ja, ze staan echt om de settlement heen. Fucking cool.
Dus hier is nu echt potentie op leven. Ze staan overal rondom de hele settlement. Vet om te zien hoor. Behalve dan het feit dat ik hier echt 0,0 fucking materials heb. Hetgeen wat ik misschien wel kan doen is een supply line knallen. Tussen bijvoorbeeld een plek waar ik wel heel veel materials heb. En dan een supply line helemaal naar deze plek. Wat me wel opvalt, dat is dat die fog condensers die gaan alleen tot de rand van het water. Dus dit hele gedeelte hier voor ons ligt gewoon open. En hier kunnen de beesten wel nog gewoon uitkomen. Stel ik op de Meyerlurk van het eiland. Hij loopt over de bodem en hij is hier. Dus er moet best wel een goede defense nog komen aan dit stukje strand. Ik zal eens proberen een settler te zoeken en kijken of hij ook daadwerkelijk met me praat. Want als het goed is zijn het de vrienden van Small Bertha. Geen idee hoe de fuck die eruit zien of wat ik moet verwachten. Ik zag wel een settler lopen net dat ik aankwam. Kijk, zie je, hier is er een. Fog is yes. Storms will. Zie je, hij is gewoon echt een badass. Hij is dit gewoon aan het fixen allemaal. Grappig om te zien, deze settlement heeft echt een joekel van een potentie. Dus ja, hier zullen we in de toekomst nog wel wat mee gaan doen, denk ik. Het laatste wat ik deze aflevering zal doen, is ik zag een best wel cool plekje. Oh, Free War Money had Dog Meat gevonden. Ik zag een best wel cool plekje en dat was hier. Hij staat ook op de kaart. Eens kijken. Zie je, hij staat hier op de kaart. En het is echt... Yo, hij staat even te begluren hoe dit uit elkaar is gespat. Snap ik, man. Het was best wel chaos. Wat? Cassie? Cassie Dalton? Ja, daar heb ik missies voor gedaan. Crazy oud wijf was dat. Met een beetje aardig wat leugens. We knallen even een quick save en dan ontdekken we dit plekje en sluit ik de part af. Want dit plekje is super dichtbij. En valt gewoon te ontdekken. En wie weet is hier ook nog wel gevaar dat op de loer ligt. Zie je? Wat is dit nou weer? Wow, what the fuck? Shit! Kut, ze gaan naar de settlement. Wow, what the fuck is dit? Jezus. Trappers komen erbij. Waarom was dit opeens een trapper aanval? Wat gebeurt er? Ow, right in the face. Man. Hondje stimpak, lichtje aan. Hermit crab meat. What the fuck, man? Ik had deze krab alleen nog maar in concept art van de game gezien. Ik zag het een keer op Google plaatjes voorbij komen. Maar ik had niet verwacht dat dit gehele beest er gewoon echt in zat. Ik dacht dat het fan-made was. Maar wel degelijk zit er een joekel van een krab in een busje. Dit was echt chaos. Holy shit. Het is gelukt.
Het is gelukt. Ik moet even bijkomen van de schrik. Opeens rende de fucking busje achter me aan met tentakels eruit. Wow, man. En die trappers, ja, die waren er ook opeens random bij. Het leek bijna op een soort val of zo. Alsof ik er echt intuinde. Alsof het een valstrik was. Maar misschien was dit plekje wel gewoon van de trappers. We weten het niet. Combat shotgun val. Zie je? Hier, disarmed. Kan ik in ieder geval daar niet meer door doodgaan. Hartstikke bedankt voor het kijken. Het liken. Er gebeurt elke aflevering van deze game alweer wat onverwachts. Het is constant wel weer wat. Maar dat maakt het juist ook weer zo super vet. Ik ontdek een settlement. Ik stel hem veilig. Ik zeg, ja man, ik check dit gedeelte nog even. Want dit is super dichtbij. En vervolgens rent er een krab met een bus achter me aan. Holy shit. Thanks voor het kijken, jongens. Show de support door te liken en tot de volgende aflevering van Fallout 4 en Far Harbor op mijn kanaal. Later.